1. Uit de crisis. De laatste jaren stond Europa gelijk aan crisis. De oorzaken van die crisis zijn veelzijdig en complex. Er is te veel en te risicovol geleend door landen, banken en particulieren. Hervormingen zijn te lang uitgesteld. Er hebben zich gevaarlijke hoeveelheden lucht gevormd in bijvoorbeeld de huizenmarkt en de financiële sector. Die lucht moet er nu uit. En ook overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Het weer gezond maken van de economie en van de overheidsfinanciën is een noodzakelijk, maar ook een pijnlijk proces. Daar zijn we ons goed van bewust. De financiële crisis heeft onze economie hard geraakt. We zijn al jaren bezig om de oorzaken van de crisis te bestrijden en om nieuwe tegenslagen af te wenden. De ene Europese top volgde de andere in rap tempo op. Er is een scala aan soms draconische noodmaatregelen getroffen om de crisis in Europa te bezweren. Veel van die maatregelen waren erop gericht om op de korte termijn het vertrouwen van financiële markten terug te winnen. Daarbij was het ook nodig om meer bevoegdheden met elkaar te gaan delen. Meer wellicht dan we eigenlijk comfortabel vonden. Nu Europa langzaam maar zeker uit het dal klimt en de rook begint op te trekken. Worden de gevolgen van de crisis steeds zichtbaarder? De gebeurtenissen en besluiten van de afgelopen jaren hebben diepe sporen nagelaten. In grote delen van Europa heeft de werkloosheid schrikbarende vormen aangenomen. Het vertrouwen in de Europese samenwerking liep daarbij ook een deuk op. Burgers voelen dat zij de rekening van de crisis op hun bordje krijgen, terwijl het de bankiers waren die de problemen veroorzaakt hebben. Door wereldwijd onverantwoorde risico's te nemen. In ons Europa willen we dat er niet alleen naar de cijfers gekeken wordt, niet slechts naar begrotingsnormen en bezuinigingspakketten, maar vooral ook naar de gevolgen voor mensen. We willen dat zorgen serieus genomen worden en dat daarna gehandeld wordt. Daarom moet onverantwoord gedrag door bankiers en belastingontwijkers een halt toegeroepen worden. Daarom willen we een Europa dat zich gaat richten op werkgelegenheid en eerlijke concurrentie, en is het van belang dat er weer ruimte en perspectief komt voor herstel. In plaats van een onderlinge race to the bottom, streven we samen naar een sterker en socialer Europa. De huidige economische crisis wordt verscherpt door het miskennen van de fundamentele schaarste van natuurlijke hulpbronnen en het dragend vermogen van natuur en klimaat. Deze crisis vragen dan ook een meer structureel antwoord en aanpassing. De P van de A onderkent deze samenhang en de urgentie om via verduurzaming van de energievoorziening en hergebruik van grondstoffen de schaarste op te heffen. Waarmee de weg wordt geopend naar een nieuw economisch model waarin welzijn in plaats van economische groei voorop staat en waarmee we over de grenzen en generaties heen goed voor elkaar kunnen zorgen. Bij uitstek via Europa moet deze transitie gefaciliteerd worden. Financiële sector gezond en dienstbaar maken. De crisis in de financiële sector heeft hele landen gedestabiliseerd en de Europese economie aan de rand van de afgrond gebracht. Overheden hebben banken met miljarden aan belastinggeld overeind gehouden. De omvang en rol van de financiële sector. Moet weer in verhouding komen te staan tot haar dienende functie in de Europese economie. Het is daarom nodig dat toezicht en regels fors worden aangescherpt om een volgende crisis te voorkomen. De EU bevordert dat de kredietverstrekking door banken aan het midden- en kleinbedrijf weer op gang komt. Gezien de ervaringen in het verleden is meer transparantie. Meer informatie en waar nodig een verscherpt toezicht op lobbyactiviteiten van de financiële sector bij Europese Commissie en Europees Parlement nodig. Het bestaande lobbyregister is daarvoor onvoldoende. De P van de A zal initiatieven nemen om het inzicht in en de transparantie van de financiële belangen in en rond de EU te vergroten. Om dit toezicht uit te voeren is intensievere samenwerking in Europa nodig, een Europese bankenunie. Want alleen zo staan we sterk genoeg om effectief toezicht te houden op een sector die grensoverschrijdend opereert en van grote invloed is op de financiële stabiliteit van lidstaten. Alleen samen kunnen we voorkomen dat banken landen tegen elkaar uitspelen om regels te omzeilen. Alleen samen kan kapitaalvlucht tussen landen voorkomen worden en kunnen de kosten van het faillissement van een bank voor belastingbetalers worden gedrukt. Daarom werken we gestaag door aan de ontwikkeling van een bankenunie. Een eerlijke verdeling van de financiële risico's is voor de P van de A grondbeginsel van zo'n bankenunie, geen publieke rekening voor privaat genomen risico's. In een bankenunie betalen niet langer de overheid en de belastingbetaler voor een omvallende bank, maar eerst en vooral de aandeel- en obligatiehouders. Daar hebben we de afgelopen jaren al stevig aan gewerkt en daar gaan we mee door. De P van de A wil dat er stevig toezicht komt op de bankensector door de Europese Centrale Bank, de ECB. Met gelijke en goede financiële regels in heel Europa zoals voor het veiligstellen van spaartegoeden tot 100.000 euro, deposito garantiestelsel. Voordat er Europees toezicht komt, moeten alle banken doorgelicht worden. Zo kunnen we risico's in kaart brengen en ze voor de start van de bankenunie gezamenlijk uit de wereld helpen. Aangescherpte financiële regels moeten ervoor zorgen dat banken geen onverantwoorde risico's meer kunnen nemen... De buffers van banken moeten omhoog, handelsactiviteiten moeten worden gescheiden van de activiteiten van de bank voor algemeen belang, nutsdelen. Zodanig dat deze wordt ondergebracht in een aparte rechtspersoon. De P van de A wenst dat de Europese Commissie haar strenge optreden ten aanzien van mededingingsregels tegen marktmanipulatie voortzet. En pleit voor een snelle invoering van een Europese richtlijn tegen marktmanipulatie, inclusief de verplichting om criminele sancties op te leggen voor deze misdrijven. Financiële fraude zoals marktmanipulatie wordt adequaat aangepakt door gezamenlijk Europees optreden en strafrechtelijke sancties. Mensen moeten kunnen zien dat rechtvaardigheid hoort bij een aanpak om het vertrouwen in de markt te herstellen. Samen optreden werkt. Bonussen in Europa zijn inmiddels gemaximeerd. Wij willen nog strengere Europese afspraken om exorbitante bonussen in de financiële sector aan banden te leggen: maximaal 20% van het jaarsalaris. De toekenning van bonussen in de financiële sector moet in elk geval zodanig verlopen dat er geen perverse prikkel vanuit kan gaan die leidt tot het nemen van extra risico's. Ook investeerders moeten de kosten van een dreigend faillissement van een bank dragen. De belastingbetaler is te vaak opgedraaid voor de kosten van omvallende banken. Er komt een Europese resolutieautoriteit die het faillissement van banken afwikkelt. De bijdrage van de private sector staat hierbij voorop. Er komt een Europese belasting op financiële transacties, waarvan de opbrengsten terugvloeien naar de lidstaten. En de pensioenfondsen worden uitgezonderd. Met het oog op het herstel van de schade van de financiële crisis, dient de opbrengst van de financiële transactiebelasting te worden geïnvesteerd in het scheppen van werk, het verbreden van de economie en het versterken van de economische concurrentiekracht. Het soms destabiliserende effect van door computers gestuurde flitshandel op Europese financiële markten wordt bestreden er komt een vergunningplicht voor handelaren en de mogelijkheid om handelsplatformen tijdelijk stil te leggen. Een Europees depositogarantiestelsel ziet de P van de A als het sluitstuk van de bankenunie. Op den duur mag er in de EU geen bank meer zijn die too big to fail is. Canvas: banken aan banden leggen. Een stabiele munt ruimte voor herstel. De afgelopen vijf jaar zijn er stappen gezet om te komen tot een stabiele euro en eurozone. Noodfondsen kregen een permanent karakter in de vorm van het Europees Stabiliteitsmechanisme ESM. En bij het stabiliseren van landen, zoals onlangs bij de redding van Cyprus, wordt tegenwoordig meer rekening gehouden met de houdbaarheid van de schulden van landen. En wordt eerder een beroep gedaan op grote spaarders en private partijen. Maar er is meer nodig. Zo zou de zogeheten Trojka, Europese Commissie, IMF en ECB, in de beoordeling van landen die gesteund worden met noodfondsen, meer rekening moeten houden met sociale effecten van crisismaatregelen. Naast het wegwerken van schulden moeten landen geholpen worden bij de wederopbouw van hun economie. Duidelijke afspraken over houdbare overheidsfinanciën, zoals vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact, zijn nodig in een muntunie. Maar veel landen, ook Nederland, bleken door forse economische tegenwind niet in staat het begrotingstekort binnen de afgesproken termijn onder de grens van 3% te krijgen. Er is gebleken dat er binnen de huidige regels onvoldoende ruimte is voor duurzame hervormingen. Die de structurele kracht van de economie versterken. Bovendien wordt er onvoldoende rekening gehouden met de sociale gevolgen van stevige bezuinigingen. De regels zijn dus aan herziening toe. Dat betekent dat in het vervolg de lidstaten van de Europese Unie streven naar een niveau van werkloosheid dat niet hoger ligt dan 5% van de beroepsbevolking. Naast het blijvend belang van het streven naar een begrotingstekort van niet meer dan 3%, zo mogelijk trendmatig dalend. Sinds enige tijd gaat de commissie flexibeler om met de bezuinigingsregels, om landen die in de problemen zitten, meer tijd te geven om te herstellen. Dat is ook nodig. Gevolg is wel dat er een situatie is ontstaan, waarin het nu aan de commissie is, in het bijzonder aan de begrotingscommissaris. Om in te schatten hoe strikt de begrotingsregels van land tot land toegepast worden. We houden ons aan gemaakte afspraken. Zonder duidelijke regels over de begroting en de omvang van de staatsschuld kan een muntunie immers niet functioneren. Alleen als wij zelf doen wat nodig is, kunnen we dat ook van andere landen vragen. We pleiten wel voor aanpassing van deze regels die te eenzijdig op begrotingsnormen zijn gericht. Bij het op orde brengen van overheidsfinanciën worden financiële, economische en sociale factoren voortaan in onderlinge samenhang gewogen. Hierdoor wordt de balans in de afspraken versterkt. Dat betekent dat in het vervolg de lidstaten van de Europese Unie streven naar een niveau van werkloosheid dat niet hoger ligt dan 5% van de beroepsbevolking, naast het blijvend belang van het streven naar een begrotingstekort van niet meer dan 3%. Zo mogelijk trendmatig dalend. Naast begrotingsdoelen en economische analyses komt er een scorebord voor sociale en werkgelegenheidsaspecten met meetbare doelstellingen. De commissie kijkt in het bijzonder naar een maximale werkloosheidsnorm. Daarnaast gelden sociale indicatoren als verlies van koopkracht en toename van inkomensongelijkheid. Een duidelijk gedefinieerde set van indicatoren draagt bij aan een objectieve en transparante afweging door de commissie. Landen die serieus bezig zijn met het op orde brengen van hun overheidsfinanciën, het versterken van hun economie, waaronder ook het investeren in menselijk kapitaal, krijgen extra tijd om aan begrotingsdoelstellingen te voldoen. Op die manier krijgen landen meer ruimte om te investeren in economisch herstel en werkgelegenheid. De ministers van Sociale Zaken krijgen een gelijke positie naast de ministers van Financiën. Besluitvorming vindt dus niet alleen plaats langs de financiële meetlat, maar ook op basis van sociaal-economische doelstellingen. Ook sociale partners moeten een prominentere rol krijgen in de besluitvorming op EU-niveau. Het Europees Noodfonds moet eerder aangesproken kunnen worden voordat bij landen het water aan de lippen staat. Onder strikte voorwaarden, net als bij het IMF. Zo kan erger worden voorkomen en kunnen de kosten voor de belastingbetaler drastisch beperkt worden. Op termijn is invoering van een vorm van eurobonds mogelijk, maar eerst moeten de Europese economieën naar elkaar toe groeien en de oprichting van de bankenunie voltooid zijn. Eurobonds kunnen worden gebruikt voor de financiering van de eerste 60% van de staatsschuld. Daarboven kunnen landen zelf obligaties uitgeven. Met eurobonds kunnen we de kracht van de gezamenlijke Europese economieën gebruiken om de financieel-economische stabiliteit te vergroten. We roepen belastingontwijking een halt toe. Een Europa dat werkt, werkt hard aan het tegengaan van belastingontwijking door individuen en bedrijven. Niet alleen lopen Europese lidstaten en ontwikkelingslanden jaarlijks vele honderden miljarden mis aan belastinginkomsten, ook zorgt het ontwijken van belastingen voor een ongelijk speelveld voor bedrijven in Europa en daarbuiten en ondermijnt de duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Van burgers verwachten we dat ze netjes belasting afdragen, dat verwachten we dus ook van bedrijven. Voor een beter Europa is een effectieve gezamenlijke aanpak noodzakelijk. De eerste stappen zijn al in 2012 gezet in het Europese actieplan voor het tegengaan van belastingontwijking. Het verbeteren van het uitwisselen van gegevens over belastingafdracht is een goed begin, maar er is meer nodig. We maken een einde aan de concurrentie tussen landen, waarbij elke lidstaat steeds lagere vennootschapsbelasting vraagt. In de hoop dat bedrijven zich in betreffend land zullen vestigen. Hiertoe moeten de vennootschapsbelasting, grondslag en tarief van lidstaten meer naar elkaar toegroeien. Ook moet er meer openheid komen als het gaat om de afspraken die lidstaten maken met individuele bedrijven. We streven naar een zo snel mogelijke implementatie van de EU-richtlijn in zaken de Common Consolidated Corporate Tax Base, de CCCTB. Met een eerlijke verdeelsleutel over hoe deze uniforme winstbelasting wordt verdeeld over de lidstaten. We willen dit mede bereiken door onze contacten met zusterpartijen in de progressieve alliantie van socialisten en democraten. Er moeten op Europees niveau bindende afspraken gemaakt worden tussen lidstaten om een einde te maken aan belastingroutes waarmee grote bedrijven belasting ontwijken en vermijden. Europese landen dienen het bankgeheim op te heffen. Multinationals worden verplicht om per land waar ze actief zijn openbaar te maken hoeveel belasting ze er betalen. Country by country reporting Transparantie is noodzakelijk voor het effectief tegengaan van belastingontwijking. We willen een duidelijkere link tussen de activiteiten van een bedrijf en het land waar het bedrijf belasting betaalt. We maken een einde aan brievenbusconstructies, waarbij bedrijven alleen ergens juridisch gevestigd zijn vanwege voordelige fiscale constructies. Europa moet het voortouw nemen in het onder de loep nemen van internationale verdragen belastingverdragen met ontwikkelingslanden om misbruik van belastingwetgeving tegen te gaan. We gaan voor een intensivering van de bestrijding van misbruik van de btw. En benaderen initiatieven daarvoor positief. De BTW is een belangrijke inkomensbron voor de EU en verdient bij uitstek een halstarige verdediging tegen ontwijking, uitholling en misbruik. Een citaat van Walter Pfeil: Europees actieplan tegen structurele belastingontduiking en belastingontwijking. Meer dan markt en munt. Economische vrijheden in Europa zijn een groot goed, maar deze vrijheden kunnen ook conflicteren met belangrijke sociale afspraken op nationaal niveau, waaraan we zeer hechten. Er moet een einde komen aan het ondermijnen van sociale rechten in de lidstaten als gevolg van afspraken rondom de Europese interne markt. Het concurreren op arbeidsvoorwaarden in plaats van op productiviteit leidt tot een race to the bottom. Waarbij de werkgever met de meest creatieve schijnconstructies wint. Dat is onaanvaardbaar. Het grenzeloos benutten van natuurlijke hulpbronnen leidt ook tot een race to the bottom. Daarom is de P van de A voor verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit leidt tevens tot een gunstige concurrentiepositie voor innovatieve ondernemers en meer banen. Wat nodig is zijn afspraken op Europees niveau om eerlijke concurrentie te garanderen. Als we blijven roepen dat Brussel overal af moet blijven, gaan we op papier misschien nog wel over ons eigen arbeidsmarktbeleid, maar blijkt dat in praktijk vies tegen te vallen. Daarom pleiten wij ervoor om ook op Europees niveau te werken aan de bescherming en versterking van werknemersrechten en nationale verzorgingsstaten. Lidstaten moeten zelf kunnen beslissen welke publieke of semi-publieke voorzieningen zij organiseren. Daar waar Europese marktregels te weinig ruimte bieden voor nationale publieke belangen, worden deze aangepast. Zo is het onaanvaardbaar dat Europese regels belemmeren dat we in Nederland ook sociale huisvesting voor mensen met een middeninkomen beschikbaar stellen. Niet langer moeten alleen marktregels centraal staan. Maar er moet veel meer gekeken worden naar wat goed is voor mensen en de samenleving als geheel. We spreken af dat elke lidstaat sociale doelstellingen moet nastreven. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een stelsel van relatieve minimumlonen, een goede ouderdagsvoorziening, gelijkheid tussen man en vrouw, een vangnet bij werkloosheid, goed en toegankelijk onderwijs en goede en betaalbare zorg. De vormgeving en uitvoering is en blijft een nationale bevoegdheid. Sociale rechten mogen niet langer ondergeschikt zijn aan economische vrijheden. Om de balans te herstellen, pleiten we voor het opnemen van een sociale vooruitgangsclausule in de Europese verdragen, die sociale rechten beschermt tegen de negatieve effecten van economische vrijheden. Diensten waarvan wij in Nederland vinden dat ze een publieke functie vervullen. Moeten afgeschermd kunnen worden van de markt. Wanneer Europese aanbesteding een ondermijning dreigt te worden voor vitale publieke belangen, bijvoorbeeld in delen van het openbaar vervoer, de zorg of afvalverwerking, moet van aanbesteding kunnen worden afgezien. Aanbestedingsregels kunnen bovendien overzichtelijker en eenvoudiger. Bij de toepassing van de aanbestedingsregels worden sociale, milieu- en innovatiecriteria uitgebreid en versterkt. Daarnaast willen we verankeren dat door middel van voorkeursbeleid opdrachten vaker bij het midden- en kleinbedrijf terechtkomen, wat duurzame groei en banen oplevert en innovatieve duurzame ondernemers een voorsprong geeft. De P van de A zet zich ervoor in dat alle overheden en instellingen bij hun aanbestedingen en inkoop duurzame producten een eerlijke kans geven door de externe kosten van producten mee te wegen bij de gunning. Provincies en gemeenten moeten meer ruimte hebben en nemen om sociaal verantwoord aan te besteden. We verhogen de drempelbedragen waarboven men tot Europese aanbesteding verplicht is. Invoering van een social return criterium in de aanbesteding door de Europese Unie en haar instellingen. Een citaat van Pep McRuary. Privatiseer waterbedrijven niet, al stuurt Europa daarop aan. Je slacht de kip met Gouden eieren en neemt risico's met eerste levensbehoeften.